Is dit een bijzondere middag? Een geweldige middag vandaag. Want politiek had het wel heel wat voeten in de natte aarde, geloof ik, hè? Ja, het is een heel lang proces geweest. En zeker in de Nijkerk is het een proces geweest wat met name voor de gemeenteraad gevoelig is geweest. Ja, maar het was toch een verhaal dat u een paar dingen had gedaan die niet helemaal mochten? Nou, daar is veel over gesproken. Het is een proces, wat ik al zeg, dat liep al vanaf 2002 uiteindelijk, het hele project. Het heeft tot 2010 gelopen. En op een gegeven moment was er inderdaad wat onbekendheid bij sommige raadsleden. Dat ze inderdaad het proces misschien niet helemaal hadden gevolgd. Dat zegt u wel heel netjes. Ja, inderdaad. Wat dat betreft ben je nog steeds politicus. Inderdaad. En kijk, op een gegeven moment is er een besluitvorming geweest. En nou, dat heeft dan nu toegeleid dat er inderdaad een heel mooi project is gerealiseerd. Ja, daar kijkt u wel tevreden op terug als u dit nu ziet vanmiddag? Ik vind het echt fantastisch. In feite, je moet het zo zien, Vathorst, een grote wijk, Nijkerk, Korlaar en ook hier in Bunschoten, Rengers-Wetering. Nou, in feite dat je inderdaad van die wijken, dat je nu gebruik kunt maken van de Laak. Als ook niet alleen voor het waterafvoer, maar ook voor zeg maar, de recreatieve functie. En dat het ook een bescherming is voor de Arkenheemse polder. Nou, dat vind ik natuurlijk geweldig. Nijkerk is terecht zuinig op deze mooie rustige polder. Er waren tegenstellingen en zorgen. Hoe heeft u dat meehelpen overwinnen? Nou, ik zit in de bijzondere positie dat ik nog maar een half jaar wethouder ben en dat ik dus het feest mee mag vieren. Het is een van die onderwerpen waarbij voorgangers van mij, en ik zie er daar één staan, het bloed, zweet en tranen heeft gehad om dat allemaal uit te leggen in de Nijkerkse politiek. En we hebben elkaar net al even gesproken en geconstateerd dat het resultaat er uiteindelijk mag zijn. En dat u dat er ook over heeft gehad. Maar het is geen eenvoudige klus geweest. Wordt de meerwaarde voor het recreëren van Nijkerk en de Nijkerkse bevolking? Ja, dus het is natuurlijk jarenlang inderdaad een bedreiging geweest. Ik denk dat we zo langzamerhand ook in de fase terecht zijn gekomen. Zeker ook met dit resultaat dat je meer in de sfeer van de kansen terechtkomt. Duidelijk is dat in Hoevelaken en Hoevelakense Bos. Morgen toevallig nog zelf in een andere context. Je ziet dat de druk op het Hoevelakense Bos van mensen uit Vathorst enorm is. Daar is alle aanleiding voor om te zeggen, daar moet je eigenlijk ook wat meer spreiden. Tegelijkertijd is het zo dat we natuurlijk ook vanuit Nijkerk en de Nijkerkse nieuwbouwwijken inmiddels prima routes hebben naar dit gebied toe. We hebben in feite zelfs in de pijplijn zitten dat we ook de fietsverbinding langs op de dijk, dat we die op Bunschoten kwaliteit gaan brengen, maar even zou ze zeggen. Recent is het stoomgemaal nog weer in die versie geopend. We zijn bezig met Rokkenstein als badplaats weer in te roepen. Dus met andere woorden, dat rondje over de dijk vanuit Nijkerk, dat zal absoluut een interessante uitloopfunctie voor Nijkerkers gaan worden. En dat dragen we ook graag aan bij. Bij de mooie Laakse hoeven gaan ze koeien heel tevreden onder zuiden.